Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken is bezig om verschillende vraagstukken die de jeugd aangaan aan te pakken. Minister Stephen McAndrews zei gisteren aan journalisten dat er werkgroepen worden samengesteld die het veld in zullen gaan om de vraagstukken in beeld te brengen. We kijken naar het vraagstuk van hangjongeren, we kijken naar het vraagstuk van geweld onder jongeren, we kijken naar het vraagstuk van tienermoeders. Zo zijn er een aantal vraagstukken de jeugdrakende waarnaar we kijken. We hebben 7 werkgroepen die we in het leven gaan roepen. Voor geweld, fysieke gezondheid, mentale gezondheid, kindermishandeling, safe spaces is een van ze. En er zijn nog een tweetal andere waar interministeriële werkgroepen komen, zodat het beleid gecoördineerd kan worden, maar ook geïntegreerd, zodat we dan alle neuzen voor wat betreft die problematiek in dezelfde richting wijzen. De minister benadrukt dat het ministerie niet door elkaar heen werkt. Het voornemen is om de werkgroep binnen 2 weken samen te stellen. De bewindsman vindt evenwel dat bepaalde vraagstukken, zoals hangjongeren, niet alleen door zijn ministerie aangepakt moeten worden.